Ja, dan de eerste band, Pokes. De band waar Anton ook in speelde vroeger. Ze willen vandaag dit doen semi-akoestisch, want de band speelt eigenlijk al een paar jaar niet meer, maar ja. Wij hebben ze toch zo gek gekregen om dit toch vandaag te doen. Heb je vandaag voldoende besteed voor de Hartstichting al? Voor Anton, voor de Hartstichting. We're going through a tight one. The kids are losing their minds. But it's greedy, but... Anton is niet uit te leggen, zou je bijna zeggen. Tuurlijk wel. Anton was een heel sociaal persoon. Die eigenlijk voor iedereen klaar stond en open stond. En altijd bereikbaar was. Ik bedoel, iedereen kon Anton aanspreken. En hij zou je altijd te woord staan. Hij zou je helpen als je kon. Het was een heel sociaal persoon. Een heel geliefd persoon. Zelfs vandaag dan ook weer blijkt. Dus dat is... Denk, als je Anton uit moet leggen, is Anton een sociaal persoon. Wie was Anton? Ja, Anton die ken ik al, die kon ik al. Hè. Ik spreek nog steeds met in de tegenwoordige tijd, maar ik. Ik denk sinds ik in Nieuwekerk kwam wonen, dus een jaartje of 35. En daar heb ik hem leren kennen in Taverna eigenlijk. Ja. Maar wie was hij? Wat maakt hem zo bijzonder dat hij een eigen festival krijgt? Ja. Zij zijn gewoon hoe hij met mensen omging, hoe hij dit hier runde. Gewoon een heerlijke gozer. Een heerlijke gozer. Ja, 36 jaar eigenlijk mijn beste vriend. Dus ja, veroordeel me niet. Kon wel starsen en dingetjes, maar... Ja, natuurlijk. Ja. Gewoon een lief mens. Kon altijd om hem bouwen. Mm-hmm. Want ja, hij was er altijd. Van oud en jong. Hij is het tweede huis dit. Ja. Dit was zeker zijn tweede huis. Het is dat je af en toe moest zien dat hij even naar huis ging om even brood te halen. En te slapen, en dan was hij ja. Terug. Ja, want hij is ooit als vrijwilliger van Taverna doorgerold als jongerenwerker. Ja, 10 jaar geleden werd jongerenwerker. Ja. Ja. Ja, hij kwam hier wel langer, in de Taverna langer als ik eigenlijk, denk ik. En ik ben op een gegeven moment weggegaan, hij is weer een beetje teruggekomen, want het was een andere stroming op dat moment. En toen is hij eigenlijk steeds meer gaan doen. Ja. En toen die, die rampzalige dag, het bericht, hij is er niet meer. Hoe is dat voor jullie aangekomen? Is het al een plek voor jullie kunnen krijgen? Nee. Nou, ik zal het nooit vergeten. Ik zat in de tuin. Ik zit altijd in de tuin als ik een sigaretje rook en nog even voor het slapen gaan. En ik kreeg een appje van Jan Eiken. Dus je hebt gelijk gebeld van, joh, niet van die achterlijke grappen maken. Anders kom ik je nu opzoeken en dan timmer ik je even de straat door. Maar het was geen grap. Ja, onwerkelijk. Ja, ik heb hem gezien natuurlijk. Maar man werd, ik werd eigenlijk op mijn mobiel gebeld door zijn ex. Dat ze hem niet te pakken kreeg. En hij is eigenlijk gek als de deur uitgereest. Ik was nog boven aan het bellen. En ik dacht, potverdomme, weet je wel. En eigenlijk wist je op dat moment al dat het fout was. En toen werd ik gebeld dat hij dus echt dood op de bank lag. En toen ben ik ook gelijk heen gegaan. En ik ben op een gegeven moment bij blijven zitten. Want ik wou niet dat hij alleen was. Tot de politie kwam dat je weg moest. En toen eigenlijk was het buiten heel druk. Dat was echt zo bizar. Want op een gegeven moment hebben we gezorgd dat ze kinderen gebeld werden, ze zus gebeld werd en opgehaald werd. Ineens ging die tamtam ook, een heleboel jongeren stonden er. Het was echt, ja, echt heel bizar, de s'avonds op straat. En het was ook heel mooi op een gegeven moment. Er werd het lichaam vrijgegeven, hè, want er wordt eerst gekeken of er wat anders aan de hand is. En toen mocht op een gegeven moment ook iedereen naar binnen die wilde. En dat was zo mooi. Hij lag toen op de bank, had een dekentje op mij gelegd. En ja, gewoon dat sfeertje, dat was heel bijzonder. Maar dat was ook echt op Anton paste. Ja, want wat voor mens was hij eigenlijk? Hij had humor, hij liet niet snel het achterste van zijn tong zien qua gevoelens. Bij mij op een gegeven moment gelukkig wel. Dat was die vriendschap van ons die eigenlijk de laatste paar jaar nog steeds closer werd. En ook met de jongens eromheen.
En ja, hij was vrolijk. Hij, als jij ergens overdreven kon hij. Oh. Oké. En hoe heet dat? Dan kon hij je eigenlijk heel rustig krijgen van joh, laat lekker gaan, weet je wel, baaien. En dacht je, oh ja, je hebt gelijk. En hij werd niet zo snel druk. Dus dat was wel heel leuk eigenlijk. Hij bleef relaxed. Ja. Ik over de mensen, wie was de mens Anton? Ja. Ja. Anton was er ook heel veel voor de jongeren. Hij stond altijd in de kroeg. Alle jongeren die liepen met hem weg. Papa Anton noemden ze hem, sommigen. Een aantal kinderen. Ja. En ook bij de winkels, altijd lachen, altijd vrolijk. En zo kennen de meeste mensen hem, denk ik wel, van vrolijk op zijn fietsje door het dorp. Altijd een korte broekje, natuurlijk, de BNN-wind. Zelden nog een lange broek aan. Ging vooral natuurlijk lekker naar beentjes, concertjes. Dat was echt zo alles hier ook, om dat hiernaast dit hier te doen. Dus dat vond ik heerlijk. En lekker barbecue vond je ook leuk. Ja. Je was altijd welkom. Het werd ook de laatste jaren lekkere tuinmuts, weet je wel. Dat we samen foto's gingen sturen van onze blauwe regen of dat en dat. En ja, dus nu ook met die blauwe regen in de tuin. Nou, sinds die bloeit is het elke dag van, pju, weet je wel. Dat deed je en ik, ja, dan komt het weer even los. Ja, dan het, niet zo voor mij, het indrukwekkende afscheid hier in het blok van. Ja, dat was zo mooi. Dat was een heel mooi verhaal eigenlijk. Op 20 oktober hadden we hier een feest. En ik had op Facebook die dag een liedje geplaatst waar Anton van hem toe kwam van Jezus, wat een mooi nummer is dat. En ik zeg, ja, als ik dood ben, hè, dan wordt dat gedraaid en dan ga ik het hier in het blok houden. Zij springt te lachen, hij zegt, hier in het blok. Ik zeg, ja. Hij zegt, oh, dat is wel kick. Dus ja, toen hij dus dood lag, heb ik dat aan zijn zus verteld en alles. En zijn nichtje en alles. En dat is iets van, ja, maar dat is kick. En toen heb ik het gaan vragen aan Marije en dat mocht gelukkig. Dus toen had hij hier een waanzinnig uitpakt. Ook eerst thuis gewoon lekker, weet je wel, dat iedereen daar thuis kon komen. Zijn eerste vrouw wist ook dat hij geen bloemen wilde. Dus dat hij wilde dat op een kist gekladderd werd. Dus dat hebben we ook gedaan. En ja, dat was echt super mooi, echt zoals hij was. Ja. En ook een briefje met de dingen, ja, wat hij al een paar jaar. Dat lag klaar op een stickje ook. Hij markeerde natuurlijk al een paar jaar wat aan zijn hart. Super. Dus hij had wel alles al van, joh, mocht mij ooit wat gebeuren, dan staat er toch wel wat op papier. Ja, en dat is stampvol. Mensen stonden buiten, ik kon niet meer naar binnen. Ja, echt hè. Ja, goed, ik heb natuurlijk ook de Facebook-reacties erom gelezen. Het leeft echt in het dorp. Ja. Ja, de meeste mensen kennen hem allemaal van blok en van feestjes en weet ik veel meer zo. Ja. Dat was echt, ja, dat was echt heel, heel groot toen, hè? Dat was echt mooi. Ja. Als je hier binnenkwam, weet je wel, en de eerste die je zag was Anton aan de bar, weet je. Die stond alweer klaar om iedereen te voorzien van een biertje en een frissie, zeg maar. Nou ja, dus, je ziet het nu ook. We zijn begonnen met Anton Rock. En na 4 uur zat de zaal al vol. Ja. Wat we absoluut niet verwacht hadden. Nee. Het is Koningsdag. Veel mensen met gezinnen. En toch hebben we hier een volle zaal. Om zeg maar het overlijden van Anton ook echt een plekje te geven. Ja, ja, want je maakt een mooie brug naar Anton Rock voor de Hartstichting. Hij had een last van zijn hart. En uiteindelijk is het ook de reden geweest dat hij overleden is. Benader je dan ook zo'n Hartstichting met, nou, we willen dit doen? Of? Ja, het is, ja, we hebben de Hartstichting benaderd. Dus we hebben ook we hebben de shirts gesponsord gekregen. Ze vonden het echt waanzinnig. Toen we het bij ze neerlegden, werd ook gebeld, kunnen we wat voor je doen? Ze hebben een vlag ter beschikking gesteld en de shirts, ballonnetjes en dat soort dingen. En ja, ze vinden het ook een waanzinnig iets dat dan een vriendenclub dit organiseert. Ja, het is inderdaad volle bak, maar hoe zou hij er tegenaan gekeken hebben? Hoe zit hij boven zijn wolk moeten kijken? Aan de ene kant denkt hij. Hij zou er zelf graag bij geweest zijn. Ja, dat wel. Want maar het gaat natuurlijk altijd wel iets mis dat hij denkt van, nou, dat had even anders moeten. Ja, maar dan vragen we het dan. Maar aan de andere kant is hij ook niet zo van te veel vereering. Hm. Dus dit is ook echt een afsluiting van de Anton-periode, zal maar zeggen. En dan gaan we door, weet je wel. We zijn al doorgegaan en toen hij net dood was en je kwam hier binnen, dat was echt, hè. Het was niet meer, het voelde niet meer lekker. En ik moet zeggen dat we wel met z'n allen, waar ik veel voor gezegd, verdomd goed gedaan. Om het weer. Het is weer leuk, het is weer druk, het wordt weer drukker, het wordt eigenlijk veel drukker weer op het moment. Nieuwe jongere vrijwilligers erbij en het loopt weer gelukkig. Maar het was even, waren we zoekende, hè, allemaal, denk ik wel.
En ja. Nog heb ik het wel eens, want ik mis hem nog elke dag. En kijk naar de winkels, dan mis ik hem dat hij niet brood gaat halen om tosties te maken voor het blok hier. En dan kom ik, stap ik van mijn scootertje af, meestal kom ik van zo'n kant af en denk ik, oh, daar zie ik hem zo meteen. Natuurlijk zie ik hem niet meer. Ja. Dat is even, ja, dat je echt zoekende bent, even, hoe ga je verder? Maar toch is hij er vandaag. Ja. Maar ik moet vanavond dan zelf spelen om 9 uur en hij kwam bij mij altijd, de band volgde die helemaal, kwam altijd kijken. En hij kon zo heerlijk lachen als ze dan nummer verkloot werden, want hij kon het beter als wij zelf. En dan stond hij achter die bar of waar die ook stond, en dan stond hij een soort van uit te lachen. Dus wat er vanavond ook gebeurt, 1 nummer gaan we zeker verkloten. Dat mag. Want dat zou ik mooi vinden. Maar je loopt hier ook heel vaak rond van laatst hadden we een feest en we misten wijnglazen. En ik kom hem maar even bellen, hè? Weet je wel. En dan sta ik in dat hok en dan hoor ik echt zo van, ze staan daar. En ze stonden ook daar. Geweldig. En dan denk ik, zie jij, let toch nog wel op dat we het hier wel goed doen. En natuurlijk gaan we op een andere manier ook wel verder, want tijden veranderen. En er komen nieuwe mensen, dus een nieuwe beheerder, er komt straks een nieuwe jongerenwerker. Die zullen dat op hun manier moeten gaan doen. En daarom is dit ook echt afsluiting Antontijd. Het wordt ook niet jaarlijks terugkeerend. Nee. En ik denk dat het goed is dat we goed verder gaan met nieuwe dingen. Dat moet gewoon, want je moet niet in zijn ding blijven hangen, dat is niet goed. Gewoon een eenmalig monument. Ja. Eenmalig, geen persoonsverheerlijking of wat ook. Nee. Het is gewoon echt één keer. Nou, voor heel veel mensen is dit weer even een plek. Iedereen is rouwende, zeg maar. En het is toch even weer bij elkaar samenkomen. Steun bij elkaar zoeken, weet je. Verhalen weer oprakelen. En het gewoon echt een plek geven. Dat is, alleen we hebben wel al gesproken dat we wel voor goede doelen verder willen gaan. En dat deden we al, hè? En dat deden we al. We hebben al 3 keer wat gedaan. En dan gaan we gewoon weer door. Ja. Op de 6 hebben we gedaan. Europa Run. Kika. Proost Anton, op het leven.